Speel ook dit seizoen mee met Wie is de Mol. Download de vernieuwde app en daag je vrienden uit in een pool. Voorspel en win. Dit is de start van Wie is de Mol van 2018. Hebben jullie idee waar in Kiev je bent? Wij zijn niet in Kiev, vriend. Niet in Kiev? Waarschijnlijk zullen we naar Tbilisi, Georgië moeten. Je hebt dit helemaal opgelost. Dit telefoontje kost je 1000 euro. Je vindt de kluis op M18. Oh, daar staat hij! Wat fijn! We gaan naar Tbilisi! Wie is de M18? M18, even kijken. En daar lag de kluis. Linksaf, alsmaar rechtdoor, de trap op, de trap op, de trap op. En dan is het tijd om te gaan. De kandidaten waren duizenden kilometers uit elkaar bij de start van dit seizoen. Verspreid over 5 landen. Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Oekraïne en Rusland. Onder die omstandigheden moesten Ron, Loes, Jan en Jean-Marc een test maken met 20 vragen over de mol. Mogelijk de moeilijkste uit de geschiedenis van Wie is de Mol. Dus dat je die niet haalt, is geen grote schande. Maar ja, of eerste afvaller Ron hierdoor getroost is. De rest is nu eindelijk samen in het land met misschien wel de meest gasvrije bevolking van het Europese continent. Georgië, het speelveld van de mol dit jaar. En die heeft het met een pot van min 3000 euro voorlopig prima naar de zin hier. Gezellig. Ja. Ik ben benieuwd wanneer de rest komt, jongens. Ja. Ik denk dat het is wat jij zei. Dat zij waarschijnlijk onderdeel uitmaken van een volgende opdracht. Dat wij hen aantreffen ergens. Dat we ja. Zoiets wij gaan ons beschieten met laserpistolen. Of helikopters. Het was een lange avond. We mochten uitslapen. We zaten met de 3 teams die aflevering 1 hadden overleefd, zaten we te brunchen. Wie heeft in hemelsnaam zo vaak naar Art gebeld? 5000 euro aan de telefoon te voet opgemaakt. Wij hebben 1 keer gebeld betaald. Ja, wij hebben... Wij hebben gewoon die 2 hints gevraagd. Ja, we hebben die hints gevraagd. Dus maar heb je 2 keer 3 keer gebeld? Nee. Jullie hebben hem niet gebeld? Nou, op het laatste moment. Op het laatste moment. 1 keer. Jullie hebben Art wel gebeld? 1 keer, ja. 1 keer betaald. 1 keer betaald of 1 keer gratis? Want de eerste keer was gratis. Ja, dan moet het wel
Nee, de laatste. Je weet dat als je liegt dat de doodstraf voor staat. Hè? Hoe vaak heb je gebeld? Iedereen had een soort wazig, mistig verhaal over hoe vaak zij nou naar Art hadden gebeld. Maar blijkbaar, ja, 5000 euro is een flink bedrag. Wij hebben 500 euro verbeld, dus 4500 euro over de andere kandidaten. Ja, er zijn mensen die flink hebben zitten bellen. Die hadden gewoon een soort hotline. Die hebben 10 keer gebeld. Die hebben ook weer gewoon voicemails bij hem ingesproken. Goedemorgen. Hey! Goedemorgen. Hey. Hi. Hey. Jan. Hallo. Hallo. Ik ben Jan. Bam, pat. Staan ze. Vers uit Kiev gevlogen. Is het raam jullie nu zo ineens... Ja, heb je te zien. Hey man, leuk dat jullie er zijn. Maar what the fuck happened? Hoe verliep jullie opdracht dan gisteren? Hoe is dat? Rampzalig. Toen zijn we in een taxi gestapt bij een man. Die heeft zeker een half uur gewoon ergens heen gereden. Maar die zelf zin in. Maar jullie vroegen niet van... Hij zei, ik moet sigaretten halen. Wij zeiden, nee, dat kan niet. Maar jullie zijn dus helemaal nergens gekomen, ook terechtgekomen. Maar willen nou echt alles weten? Dan moeten we ook allemaal dingen van jullie weten. Maar ik wil hier wel informatie voor terug, hè? Natuurlijk, ja, maar ik ben gewoon benieuwd wat we bedoelen. Wij zitten hier al een tijdje. Jullie zitten hier al een tijdje. Maar vertel verder. Nou, en toen kregen we test en executie. Jullie kregen gewoon allebei een laptop te zien. Ga maar de test maken. Nee, Art was bij ons. En die zegt... Nee, dat lul je. Jan. Ja, op een video. Ah, op een video. Oh. Dat was echt zo. Hoe vaak heb je Art gebeld? Twee keer. Twee keer betaald? Twee keer. Ja, twee keer betaald. Ja, dus jullie hebben al dat geld uitgegeven? Als ik geen test hoef te maken en geen executie, dan doe ik dat gewoon. We starten direct in Kruis voor. Wat hebben jullie gedaan? Hoeveel geld hebben jullie weggebeld? Wat hebben jullie gespeeld? Hebben jullie de kruis geopend? Heel vijandig dat ik dacht, hallo, wij zijn niet de vijand. Hallo! Oh, zij krijgt ook applaus. Ja, krijgen jullie geen applaus? Daarna komt Loes, die krijgt wel applaus. Dus ik denk, hallo, zij is super verdacht. Jij bent gewoon helemaal in je uppie. Ik was helemaal trauma. Ja. Ik kan me voorstellen. Ja, nee, dat was wel echt bizar. Ja. Ik geloof het gewoon echt niet. Dat is echt wel jammer, want... Ja. Want jullie hebben gewoon die kluis niet gevonden. Nee. Maar jullie deden wel onwijs moeilijk informatie geven. Ja. Ik vond het zo raar. Wij moeilijk? Ja, toch? Ja, en ik vond het ook zo raar. En daarom ga ik Ron nu weg. Ron is bij ons niet één keer aan de telefoon geweest. Ja, maar dat was bij jullie hebben twee keer Art gebeld en niet kluis gevonden. Nee. Geen welkom gevoel. Dat bericht, dat is 1000 euro. Heb jij voor de tweede keer? De tweede keer, ja. Nee, het was echt meteen een enorme heftige ondervraging. En toen vroeg ik, maar waar dan? In welke stad? Weet ik niet. In welke stad heb ik helemaal niet gehoord. Maar je komt toch ergens aan? Je weet gewoon in welke stad je bent. Hoezo is Ron weg? Hoezo was jij zo slecht te bereiken? Hoezo heb jij geen geld opgehaald? Maar dat lijntje met Moskou liep gewoon niet zo lekker. Liep niet lekker? Nee. Hoe kon dat? Ja, geen idee. Dit is een heftige groep. En team 4? Voor wie hadden jullie aanwijzingen? Die geef ik. Ik snap het gewoon echt niet. Ik weet ook de aanwijzingen niet. Ik weet alleen maar iets met paarden. Paartijd. Voor mij is het super. Ik vind het zo gaaf. En niet omdat het nou zo leuk is om te winnen, of mol te zijn, of kandidaat te zijn. Alleen al het feit dat je meedoet met dit ongelooflijk circus. Nou ja, het is super. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom allemaal op de Naftlugi-markt. Nou, Jean-Marc, Jan, Loes, welkom in Tbilisi. Ja. Dankjewel. Op het nippertje. Maar goed dat jullie er zijn. Ik sta vanochtend op de markt, verkoop niets en toch kan mijn kraam jullie geld kosten. We zien hier 100 vakjes met daarin min 20 euro. De bedoeling is dat jullie al deze vakjes gaan bedekken met plusbedragen. Ik heb 1000 euro hier. Als jullie maar vaak genoeg wisselen, heb je uiteindelijk genoeg plusbiljetten om alle vakjes te bedekken. Nou, dan is deze 1000 euro voor jullie.
Mocht het nou niet lukken, daar ga ik niet van uit. Maar ja, ik moet het even zeggen. Dan mogen jullie plusgeld houden, gaan we de minbedragen ervan aftrekken. Lijkt me logisch, hè? Er is één persoon op deze markt die jullie op weg kan helpen. En dat is deze marktkoopvrouw. We moesten de persoon vinden die op de foto stond. En vervolgens met die persoon de foto en het geld wisselen. Wil je bij mij? Alsjeblieft. Zij zou ons dan 2 keer 500 geven. En een foto van de persoon die ons weer verder kon helpen om die briefjes van 500 weer te wisselen. Tomaten, leuk vest. Als we, ik weet niet hoe groot deze markt is, als we met z'n allen gaan zoeken en we hebben maar 30 minuten. Oké. En we vinden die niet. Als je spreidt, heb je ook meer kans om die vrouw te vinden. Maar dan moeten we weer terug. Nou, dit kan er niet in point zijn. We hadden wel de hele duidelijke afspraak. Als er iets gevonden wordt, spreken we weer af bij Art. Die kant op. Hey, dan moeten we organiseren. Jongens, als je het gevonden hebt, kom terug hier naartoe. Oké, de eerste groepsopdracht. We zijn echt begonnen. Wauw. We gaan gelijk die kant. Ik denk dat ze daar verderop staan. Oh ja, daar is ze, daar is ze. Al heel snel vanaf het begin zagen OJ en ik die vrouw staan. Dus wij er naartoe. We hadden de foto en het geld. Dus dat konden we gelijk in gang zetten. Wij hebben de vrouw gevonden. Ik herhaal, wij hebben de vrouw gevonden. Wij wisselen nu voor het eerst het geld. Dank je. We moeten deze man vinden. Kijk, eerst kijken. We krijgen een nieuwe foto en hebben inmiddels 2 biljetten van 500. We hadden een reis. We hebben die hier gevonden. Kom geld halen. Kom geld halen. Geld halen? Is daar, heb jij daar geld? Ik weet waar het is, dat is daar. Ik zag het al. Kom maar. Toen we bij hun aankwamen, dan hebben we het echt over enkele seconden. Totale chaos. Deze man zoeken we, jongens. Oh. Terug naar Art. Nee, we moeten niet terug naar Art. We moeten deze man vinden. Waarom vinden we hem? We hebben 2 keer 500. Geef ons één. Nee, ik heb 1 500. Hoe kan dat? Hoe heb je dat al gewisseld? Ja, omdat er 1 500 zat in een envelopje. Laten we teruggaan. Nee, even terug naar die vrouw. Toen bleek dat OJ maar 1 briefje van 500 had gepakt. En niet 2 briefjes van 500. Dus toen ben ik naar die vrouw weer teruggegaan en heb ik de envelop gepakt. Ja, hier, 500. Oh, okay. Maar heb je ook een nieuwe foto? We hebben een foto. Nee, die nieuwe foto heeft zij, had zij al. Dat is deze. Ja, die had ze al, want zij heeft die 500 er niet uitgehaald. Sorry, jongens. Waar is die andere foto? Ik denk dat we die man... Wacht, dit is de man. Ik denk dat we even kijken. Bella voor de rest, jullie komen straks teruglopen naar Arto. Ja, de portofoon doet het niet meer nu. My Kitchen Day staat erop. My Kitchen Day. We moeten nu weer terug naar Art. Ja, maar die andere wezen, die moeten hem ook zien. Onsje had ontzettende haast. Maar wij wilden die foto natuurlijk zien, want wij wilden ook over die markt gaan. Kijken wie moeten we zoeken. Dus dit is verzamelen bij Art. Ja, precies. Jongens. Jongens, terug naar Art om even foto's te bekijken en het geld te verdelen. Nu terug naar Art. Het viel me op dat iedereen super druk met die porto bezig was. Maar ja, ik had die porto helemaal niet nodig en de rest van de groep ook niet. Weet je waarom niet? Ik zorg er wel voor dat ik het geld heb en dat ik duidelijk goed zie wie de volgende persoon is waar het geld gewisseld moet worden. Dus die hele groep, ik liet ze maar een beetje stuntelen. Hier, dit is het! Hallo, wij hebben My Kitchen Day gevonden. Wat zei je? Wij zijn wij hebben My Kitchen Day gevonden. Helemaal achter in de markt. Deze man had 4 keer 250 euro voor ons. En een nieuwe foto. Gaan we nu terug naar de Art? Of lopen we... Is dat handig? Dat is niet handig. Het is heel ver weg. Het is helemaal achterin. Ik bel terug naar Art. Wel handig. Zonde van de tijd. Wij hebben een foto. We hebben een portofoon. Wij kunnen die foto beschrijven. Rode trui, blauwe vest. Jullie moeten zoeken naar een rode trui. Dit is een vrouw die op een man lijkt, jongens. Met een blauw vest. En het is een man. Nee, man. Vrouw. Een man met een rode trui. En nee. Nog een keer. Blauw vest. Wat rode heb je hier? Trui. Heb je dat? Appels. Stine, dit is best wel mal. Laten we gewoon teruggaan naar Art zoals afgesproken. Nee, dit zijn geen uien. Toch is het tomaten, jongens. Hey, tomaten. Dit vind ik al exceptioneel dat hij af en toe wegvalt. Ja, maar we moeten echt een foto hebben, want dan kunnen wij ons eigen gang gaan. Dan gaan wij met die ene foto verder. Een man met een rode trui. Die uien verkoopt. Ja. Ik denk dat het slimmer is om nu met z'n allen naar Art te komen. Ik doe mijn best om de dames te overtuigen. Maar we blijven ondertussen wel rondkijken naar die man in die rode trui met uien. Verzamelen en coördineren. Maar verzamelen en naar Art. Lijkt ons het handigst.
Ik denk dat zij het is. Het is een man. Een man. Wij lopen in ieder geval terug naar Art. Ja, kikken. Wij zijn over 1 minuut bij Art. Oké, wij staan er al, wij staan er al. Het is echt geen slimme keuze, Ardit. We gingen als een speer. Wat een incompetente mensen bij elkaar, zeg. Ze kunnen niet eens een opdrachtje uitvoeren. Daar komen ze. Oké, zoeken deze man. Ja. Dat is een vrouw, die staat daar. Dat is een vrouw, die staat daar. Ik zei toen dat het een vrouw was. Het is een vrouw, ik zag het al. Dit is een vrouw met een rode trui. Dus dat is ook weer een tijdrekken. Dat is natuurlijk de enige manier waarop je in deze opdracht kan mollen. Dat je gewoon zorgt dat er onduidelijkheid bestaat. Dat is hier toch eigenlijk? Ja, dat is hier. Jongens, het is al deze mevrouw. Okay. Wie heeft de foto? Oh, ik heb die foto niet. Wie heeft de foto? Die hebben wij. Oké, wat doen we? Zullen wij Ruben gaan zoeken? Nee, dat is heel dom. Laten we dan weer teruggaan naar Art, want dit is echt heel dom. Daar is ze. Ja. Oké. Hoe kan dit nou? Wie heeft de foto? Wie heeft de foto? Ruben. Ja. Waarom ben je zo traag? En nu kunnen we dit geld gaan verdelen. Ja, maar met zij de foto. Is het. Ja. 4,250, jongens. Jullie zien het? Ja. Gaat naar haar. Thank you. Oké, guys. Yay. Thank you. Op zich ging alles wel gesmeerd. Het ging snel. Ah, my friend. Wij hebben hem. We zoeken deze man. En die staat bij popcorn. Op de een of andere manier waren we de hele tijd zo dicht bij elkaar dat we elkaar ook wel konden roepen en dat het dan toch weer goed kwam. Ze gaan super lekker. We moeten nog 1 stap voor 20 en dan nog 1 stap voor 10. Dit is hem, hier is hem, dit is hem. Ja, we hebben hem. Yay. Money. Ja, ze moeten komen. Oh, wacht. Ze moeten komen. Ja, bij de noten, het notengedeelte. Nou, op een zeker moment hadden we de persoon gevonden die op de foto stond. Alleen, we hadden niet het geld om te wisselen. Hallo? Hebben jullie al iets gevonden? Nou, we spreken. Simone hier. Hallo, Stine hier. Ja, hallo. Wat zijn jullie aan het doen? Wij staan bij de pindaman. Ik heb geld. Wij hebben hem gevonden. Pinda gedeeld. We moeten terug naar Art om het geld... Hallo, Simone. Portoverkeer. Eterdiscipline. Die was niet echt aanwezig bij Simone. Wij hebben de pindaman, het zijn walnoten trouwens, gevonden. Eterdiscipline. We gaan nu terug naar Art. Maar ik begrijp dat 1 groep hem heeft, toch? Ja. Wij hebben geen geld om te wisselen. Dus we gaan nu terug naar Art. Oké. Ruben, zou je naar de walnotenman terug? Terug naar de walnotenman. Nee, hold op! Terug naar... We komen! Maar wie hebben zij het geld dan? Hebben jullie geld over? Ja, we hebben geld, maar we willen de foto. We komen! Go! Ja, we zien jullie, we komen! Ja! Ja! Hebben ja, als... dat is hem. Kijk maar. Ja. Nou, dat ging van een leien dakje toch? Weet je. Nou, en snel, hè, want we hebben echt dit op dit vestig. Die man was heel erg traag, terwijl we van Art hadden gehoord dat we nog maar minder dan 10 minuten hadden. Ik kijk geen maar wat we hebben. Laten we gewoon naar Art lopen nu. Waar is het? Jongens, het is het. Envelop opengemaakt, bleken daar dus 50 briefjes van 20 in te zitten. Nee, we hebben tientjes nodig, geen 20. Nee, jij wel, 20. Nee, we hebben nog een foto. Oké. Laat die foto zien dan. Laat zien. Op de foto stond een vrouw met een luipaardprintachtige sjaal. Go. Is dit er? Nee, zit een hoofddoekje op, jongens. Ja, een luipaard. Ja. Hier, is dit er niet? Nee. Maar zoiets zag er al uit. Dat is er toch. Ja, let's go. Yes, hello. Of the money. Come on, hurry, ma'am. Come on. Thank you. Uiteindelijk was het dus ons gelukt om 100 briefjes van 10 te wisselen. Waarmee we in principe alles konden bedekken op die mintafel. Leg neer. Hier is het geld. OJ! Geef mij een stapje. Ik
dacht, dat is min 20. Dus er moeten 2 briefjes van 10 op. 2 per ding. Want ja, min 20 plus 20, dan heb je er echt pas 0. Ja, dat is toch 20? Ja, dat is toch 20? 2, hè? Die pinnetjes. Jij hebt die pinnetjes. Stop ze erin. Er zijn nog briefjes. Even check, dubbel check. Maar ik moet het niet één krijgen. Ruben die dacht, ah, ik leg die briefjes gewoon neer. Die waaien niet weg. Het is lekker weer. Zonnetje, wind stil. Maakt allemaal niet uit, joh. We hebben nog 2 minuten. Maar één, twee. Tijd voor koffie. Zeg jij wel. Waar is de rest van de briefjes? Briefjes? Oh, dat kan niet, want we hebben hier maar 1. Ja, dit is echt, ik begrijp hier helemaal niks. Oh, kut! Waarom leggen jullie dubbel neer? Ja, maar dit is toch 20 per keer? Het is zo mal, dit. De opdracht was heel duidelijk. Het was bedek de vakjes met geld. Is dat serieus? De vakjes afdekken. Is dat toch 1? Ja. Loes, Ruben en Simone, die kwamen op het lumineuze idee om al die vakjes dubbel te gaan zitten beleggen. Eén, overal 1. Ben je nou wel overal 1? Ja, we moeten de vakjes afleggen. Oh. Jullie hebben nog een halve minuut, jongens. Een halve minuut. Moeten we nou wel 20 afdekken? Alle vakjes afdekken, jongens. Daar denk ik voor. Ja, toen ontstond echt mayhem. Wij probeerden nog als gekken, probeerden we van 2 briefjes 1 te maken. En nou ja, over elkaar heen. Echt, dat was een zootje. Nog 10 seconden. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ja, net op tijd! Stop. Oh ja! Stop. Ja, stop! Nee! Die moesten alle vakjes bedekken. Dan zouden jullie 1000 euro verdienen voor de pot. Nou, dat lukte niet. Ze waren niet allemaal bedekt. Maar die windvlaag, daar konden jullie niks aan doen op het einde. Dus die korting krijgen jullie van mij. Dat betekent dat jullie bij deze opdracht 800... Kijk, er gaan weer wat biljetjes. 860 euro hebben verdiend. Nou, nog 3000 in de min. 100.000. Een mooie high five. Maar jullie staan toch nog op min 2140 euro. Ja, dat zijn nuances uit. Je mag nog een keer high five als je wil, hoor. We gaan vanavond een avondje uit. Dus trek iets leuks aan. Ja, we kwamen als verzopen katten een beetje terug in het hotel. Maar we kregen gelijk de oproep om ons te gaan verkleden, om iets leuks aan te trekken. Want we zouden, ja, kort daarna zouden we vertrekken naar een bijzondere plek. Dus we trokken onze gala, cocktail, smoking outfits aan. Loes? Ja? Stel, hè, in het hypothetische geval dat. Maar zou jij op dit punt in het spel, zou jij dan al een verbond aangaan? Ik denk dat je sowieso een bondje nodig hebt. Ja. En het spel is al enorm aan. Iedereen is bloedfanatiek. Er zijn al bondjes gesmeden. Dus in die zin zou ik zeggen ja. Maar met wie dan, hè, Ruben? Het is natuurlijk best wel moeilijk voor mij om te zien hoe slecht Stine zich kleedt. Dus ik heb geprobeerd om haar een beetje advies te geven. Je houdt ervan om je look aan die kant te dragen. Ja, oké. Ja, mooi hoor. Maar het leuke is, ze heeft er gewoon scheid aan. Ze doet ook niet net of ze wel weet wat in of out is. En aan het einde van de dag boeien, who fucking cares. Ja, mooi hè? Oh. Nou, wij zijn ready for the party, girl. Baby. Als jij een verbond aan zou gaan, zou dat dan met mij zijn of zou dat met iemand anders in het algemeen? Maakt niet uit. Of ben je daar nog niet met wie je het verbond aan? Toen hij dat vroeg, dacht ik, ja, het is wel echt heel handig om een bondje te hebben. En hoe erg is het om het met iemand te hebben die niet helemaal vertrouwt? Of met iemand die misschien de mol is? Als ik, zeg maar,
zou mogen kiezen nu, dan zou ik graag met jou een verbond hebben. Ja, oké. Daar was ik een beetje bang voor. Loes, ik kan er nog niet helemaal peilen. Dus het is wat mij betreft ook een manier om er wel echt in de gaten te houden. Ik wil informatie. Ik kan niet alle informatie in mijn eentje onthouden. Dus met z'n tweeën sta je sterker. Nou, ik heb dus besloten, ik trek killer heels aan. Ik ben vandaag een beetje in een kitty cat mood, namelijk. Kijk, zo. Deze stiletto's kan je tenminste ergens aankomen. Stel je voor, we vinden een joker, waar zou ik hem dan doen? Waar ga jij hem laten? Hey. Ik ga hem gewoon mee showen. Ja, gewoon hier gewoon. Tuurlijk. Of hier. Nee, joh. Alright, fuck it. Ja? Let's do it. Van het een komt het ander en binnen no time, tik-tak, pats, zijn Loes en ik een verbond. Okay. What party it is. Ja. Goed. Ja. Welkom in het Rustaveli Theater. Het is een van de mooiste schouwburgen van Tbilisi. Dus het is ook wel terecht dat jullie er zo mooi uitzien. We gaan hier vanavond van een voorstelling genieten. Het verhaal van Julius Caesar wordt vertolkt. Met in de hoofdrol niet één, maar twee verraders. Cassius en Brutus. Julius Caesar. Dat kan bijna niet anders zijn dan de Julius Caesar van Shakespeare. En dat is een toneelstuk dat ik ken, dus ik voelde me meteen blij. Jullie vinden telefoons bij jullie zitplaatsen. Hou die heel goed in de gaten. Laat ze wel op stilstaan. We willen de rest van het publiek natuurlijk niet storen. €2000 kunnen jullie verdienen. Ik heb hier jullie tickets. We kregen allemaal geplaceerde stoelen, dus iedereen zat op een vaste plek. En ik werd samen naast Olcay neergezet. Toneelvoorstelling. Dan moet je voorstellen, Julius Caesar in het Georgisch. Zeer intens. Het had ook iets absurdistisch. Nou, verstonden wij niks van wat er in de voorstelling gebeurde, maar hadden we wel het idee dat er iets zou gaan gebeuren wat we moesten onthouden. Dus ik heb werkelijk waar, nou, de mensen op het toneel lopen tellen. Alle props soort van uit mijn hoofd geleerd. Gekeken wat voor muziek wordt er gedraaid. Wij zaten dus met z'n drieën in een loge en wij konden naar boven kijken. En daar zaten Jan en Olcay. En op dezelfde hoogte, maar dan iets links van ons, daar zaten Stine en Jean-Marc. En het bleek dus dat rechts boven ons zaten dus Emilio en Bella. Na ongeveer 10 minuten trilt in mijn hand
de witte telefoon. En er stond bericht in voor een aantal mensen. We moesten ons verplaatsen. Ik moest bijvoorbeeld links van de loge van Art zitten. Links van Art? Ik had Art nog helemaal niet gezien. Jij moet weg. Het werd stoelendans. En we moesten binnen 5 minuten op de goede plek zitten. En Loes die ging bij ons uit de loge en met een grote klap valt de deur dicht. Dus dat hele, die hele zaal moet al enorm uit het toneelstuk gehaald zijn. Ik ben hoger dan Jan, dus ik moet naar boven. Misschien moet jij gewoon blijven zitten. Nee, ik moet niet blijven zitten. Dat denk ik wel. Nee, ik niet. Jawel, want over jou staat er een oude. Ja, maar ik moet niet blijven zitten. Ik moest er in ieder geval voor zorgen dat ik hoger kwam te zitten dan Jan. Die opdracht was eigenlijk best wel simpel. Toen dacht ik, het maakt helemaal niet uit waar ik zit. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon aan de andere kant zitten. Want ik wilde eerst eens zelf weten wat de anderen nou eigenlijk konden zien. Wat gebeurt er? Iedereen ging verplaatsen. Bijvoorbeeld Jean-Marc ging verplaatsen. Werd niet genoemd in het bericht. Bella ging verplaatsen. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? Iedereen was alleen maar dit aan het doen. Maar binnen 5 minuten zaten we wel allemaal, wat mij betreft, op de goede plek. Bij het tweede appje kreeg ik de opdracht dat Bella lager moest zitten dan ik. Ja, ik ga naar Emilio, ja. Stine moet op dezelfde hoogte zitten als Jan-Marc, maar niet in dezelfde loge. Ga jij naar Jan zit in een van de loges, links van Art. En OJ is een van de kandidaten die met 3 personen in een loge zit. Het was één complete chaos. Rennen door de hallen van dat enorme theater. En je mocht ook niet hard rennen. Ik had natuurlijk ontzettend hoge hakken aan. Ja, dit gaat überhaupt nooit lukken. Dit is met geen mogelijkheid dat je zonder overleg allemaal op de juiste plek terechtkomt. Je zit op je nieuwe plekje. Ik begin langzaam een beetje te denken dat dat hele stuk voor de kratse staart is. En we gewoon alleen, als we gewoon goed verplaatsen de hele tijd. Nou, dan komt alles goed. 2000 euro in de pot, staan we op min 140, iedereen blij. Ja, we kregen weer een nieuwe opdracht. En de opdracht was dat Jan-Marc en ik in dezelfde loge moesten zitten. Bella mag niet naast Olzee zitten in dezelfde loge. Loes zit op dezelfde verdieping als Art, aan zijn linkerhand. Ik was onder de indruk van de efficiëntie van mijn medekandidaten. Zij bewogen zich vrij soepel snel naar een plek. Iedereen werkte samen. Jan-Marc en ik zijn naar de loge op de begane grond gegaan tegenover Ruben, Bella en Ulje. En toen gingen al die duimen omhoog. We zitten allemaal goed. De voorstelling gaat ook gewoon door. Maar ik begreep absoluut helemaal niet waar die mensen het over hadden. Ik weet wel dat er een heleboel mensen maar dood gingen.
is een spel waar altijd nog een addertje onder het gras zit. En in dit geval was het geen addertje, maar was het een soort python die ons eventjes in de houtgreep nam. Want daar was het volgende berichtje. En dat was niet van Art. Hallo, dit is Ron. Ik heb een kans om terug te komen in het spel. Ron, de eerste kandidaat die eruit vloog, kwam opeens terug. Wat een zieke grap was dat. Ik heb cruciale informatie voor de komende test. Die informatie kan ik met jullie delen, ga ik met jullie delen, als jullie bij mij komen zitten in de loge. Binnen 10 minuten. En ik pak mijn verrekijkertje en ik kijk naar de loge en ik zie daar dus gewoon Ron zitten. Oh, dat was zo erg. Ron Boshart zit in de zaal in Georgië. En ik, ja, ik kan daar toch niet. Dus ik ben daar iets te sociaal voor, dus ik kan dat toch niet over mijn hart verkrijgen. Maar ik zag al meteen dat niemand ging. Ruben, die las dat bericht en die staat vervolgens, nou, echt als een haas op om naar buiten te rennen. En ik heb als reflex hem vastgepakt, hem neergezet en zonder te praten gezegd, moet zitten. En je gaat helemaal niet weg. Dat is natuurlijk het allerdomste wat je kan doen. Elke vezel in mijn lijf buiten Wie is de Mol zou zeggen, hey Ron, kom er in godsnaam bij. Maar de opdracht was, ze moesten allemaal op de plek zitten zoals de laatste aanwijzingen waren geweest. En wij dachten dat we allemaal op onze goede plek zaten. Dus zouden wij naar Ron gaan, dan zou er geen 2000 euro in de pot komen. Toen kwamen bij mij de emoties. Toen dacht ik, jeetje, die Ron. Misschien moeten we hem gewoon terughalen. Waarom ook niet? Maar ik kon niet bewegen. Ik werd gegrepen door de reactie van de groep. Op je stoel te blijven zitten. Voor geld. En dan maar hopen dat we goed zaten. Oh. Er waren 2 verraders op het podium. Ik denk dat er 9 in de zaal zaten. Volgens Ron. Jullie konden geld verdienen bij deze opdracht. 2000 euro. Moesten jullie allemaal op de goede plek gaan zitten. Ik kan jullie vertellen dat dat niet gelukt is. 3 van jullie zaten op de juiste plaats. Ook dat nog. Nou, fijne avond nog, hè. Oh, wat sukkels zijn we. Hoe kan dit? Maar wie zat er verkeerd dan? Ja, iedereen. Ja, iedereen minder. Dus we fucked him over. Ja, ik denk eigenlijk dat we niet het juiste hebben. En weet je, hij had misschien best leuk vindt. Ik denk maar jij hebt liever 10 kandidaten dan 9. Ja, ik denk dat we best dan gewoon weer een beetje een soort frisse start hebben. En dan gewoon volgende week nog iemand erbij. Ik dacht, als wij hier 2000 euro verdienen, dan komen we een beetje dichter bij die 0. Dus daarom dacht je, laat gewoon maar zitten. Uiteindelijk gaat er toch iemand, er moet toch iemand uit ergens een keer. Dubbele moord. Dubbele moord. Ron. Art. Ik ben er zelf gewoon stil van. Ja, ongelooflijk, hè? Ze weten niet wat ze missen.
Nee, dat sowieso niet. Ik zag een man op de podium sterven. Toen dacht ik, ja, dan sta ik. Ja, het was wel symbolisch. Ja, symbolisch. Die ging langzaam dood, ik ook. En je hebt de kans gekregen om terug te keren. Ja. Dan zitten daar 9 mensen in die zaal. Je ziet ze overleggen. Wat gebeurt er dan in jouw hoofd als je dat allemaal ziet gebeuren in het theater? Nou ja, je zit daar en je hoopt natuurlijk dat er iemand gaat staan. En dat, ja, de groep heeft uiteindelijk besloten om het niet te doen. Een extra kandidaat is er toch weer 1, denk ik. Ja. Ja. Maar ja, het is niet anders. Nee. Ik ga naar huis. Zo is het. Ja. Ik wens je een goede reis. Dankjewel. En ik vond het tof dat je erbij was. Zo is het. Toch nog even leuk je gezien te hebben. Precies. Goede reis, hè. Hoi. Dit was dus de rol van Ron in Mol 2018. Nee. Hij komt echt niet meer terug. Ja, weet je never, niet, never say never. Vanmorgen op het terras hebben we even nagekletst over de situatie met Ron. Dit kon ik nog wel aan. Ja. Dit kon ik ook nog aan, maar toen niet. Ja, dat voel je. Weet je dat? Heb ik hem nog gezien. Nee, ja. Ik heb alleen maar zo'n. Ja, ik merk dat ik dat nog steeds wel erg pijnlijk vind als we het daarover hebben. En ik heb ook wel lopen malen vannacht, had ik niet gewoon uit menselijk oogpunt had ik niet naar hem toe moeten gaan. Maar ja, het is en blijft, wie is de mol? Nee, maar wij hebben hem niet verraden. We hebben hem niet uitgelegd als een stel jullie dansen. Ja, deze is één verrader. Dus ik vind het heel erg voor, maar ik vind dat we het goede besluit hebben genomen. Kijk, ik denk dat er eigenlijk maar 1 keuze mogelijk was. En dat is het spelinstinct. Wie eruit ligt, ligt eruit. Ik heb absoluut geen last van schuldgevoel, omdat ik het gewoon een spel vind. Ik bedoel, we hoeven dit echt niet een soort van heel erg humanistisch te gaan bekijken. Uiteindelijk willen we allemaal maar 1 ding en dat is de mol ontmaskeren. En daarom zijn we hier. En hoe minder molkandidaten er zijn, hoe sneller we bij het juiste antwoord zijn. Met zwarte humor verwerkt de groep het hartverscheurende vertrek van Ron. Keihard, zo is het spel en zo was het gisteravond. Wat de sympathieke presentator ook probeerde. De rest koos ervoor hem niet terug te laten komen. Ingeruild voor de mogelijkheid om €2000 te verdienen, moest Ron naar huis. De anderen hopen hun vertrek nog even uit te stellen. En Stine, Emilio, Bella en Simone hebben daarvoor de beste kaart in handen. Want zij hebben alle 4 een joker. Misschien kan ze dat redden. Nog 1 opdracht en de volgende kandidaat gaat zo achter Ron aan. Ik begrijp dat het een onderwerp is waar jullie het liever niet over hebben. Maar ik ga toch even over de pot praten. Het staat op min €2140. Maar als jullie vandaag een beetje je best doen, zou die zomaar eens in de plus kunnen komen. Oh. Die Lada daar, achter jullie. Je moet naar de overkant. Daar zo. Dwars door deze berg grind. Ja, dat gaat natuurlijk niet. En dus moeten jullie een pad vrijmaken. En dat gaan jullie doen met behulp van dit zwaar materiaal. Het traject is in totaal 50 meter. Voor elke 10 meter die de auto straks weet af te leggen, verdienen jullie €500. En als de auto de finish haalt, krijgen jullie van mij een bonus. €3000 in totaal. Ik wens jullie heel veel succes en ook plezier. Oké, mensen, wat gaan we doen?
Ik heb een idee. Ja. We hebben 3 grote machines. Misschien kunnen de grote machines grote happen pakken en ze vlak achter zich neerleggen. En de kleine machines die dan langzaam wegdistribueren. Oh, je bedoelt dus dat die kleine machientjes eigenlijk niet kleine hapjes nemen, maar de berg van jou gaan opruimen. Ik vind dit eigenlijk best wel een logisch idee wat jij ook een goed idee, maar ik weet niet. Ik snap helemaal niks van. Ik snap echt helemaal geen reet van. Okay. Dit gaat mij helemaal. Leg het nog één keer uit. Wacht maar, rustig. Dit wordt super ingewikkeld voor mij. Niet alleen omdat ik toch wel behoorlijk warrig kan zijn met de begrippen links en rechts, maar ook met de begrippen omhoog en omlaag. It's very easy. Jij zit in een grote of een kleine? Nee, ik ga het niet doen. Ik heb besloten om het niet te doen. Ik weet dat ik dat echt niet kan. Ik kan dit niet. Ik vind het echt goed van je dat je het niet doet. En ik denk altijd het goed is dat Jan de teamleider is. Als iedereen het daarmee eens is. Cool. Want het idee komt van hem en dat als het niet goed gaat, dat hij ons terugfluit en zegt oké. Het plan van Jan was dat de grote gravers, die zouden het grootste werk verrichten. De kleine wagentjes, die zouden dan dus wat de grote wagens weggeschept hadden, die zouden dat dan uit de weg halen, zodat er ruimte zou blijven. Lieve teamgenoten, hier de portotest van Jan. Start zijn ging en we gingen er allemaal vol voor. En je stapt in zo'n graafmachine en dan is het net alsof je aan het gamen bent. Je hebt 2 hele grote joysticks in je handen. Daarmee bedien je het stuur. Je kunt naar links en naar rechts. Je kunt draaien door de ene naar voor en de andere naar achter te doen. En je kunt met je voeten kun je dus die graafmachine ook bedienen. Dat rijden was voor mij eigenlijk vrij simpel. Ik hou namelijk heel veel van computerspelletjes, dus geef mij 2 joysticks en ik ben zo weg. Ruben, die sporen die je hier trekt, daar heb ik echt last van. Stine, het begint hier wat vol te raken. Oh. Jan, moet de rij gaan treffen voor jou? Ja, ik kan de draai zo meteen niet meer maken, kijk. Jan, blijf jij maar scheppen. Ik ga Simone een beetje helpen. We moeten even wat ruimte creëren. In het begin was het een beetje moeilijk, want we merkten al vrij snel die grote graafmachines hebben echt best wel wat ruimte nodig, zeker als je het niet dagelijks doet, om te moeten manoeuvreren. Wacht even. Met het gevolg dat je eigenlijk vrij vaak elkaar blokkeert. Jongens, het is hier vrij druk. Blijf alsjeblieft goed op elkaar letten. Hè. Veiligheid voor alles. Zelf een beetje overschat. Ik dacht, oh ja, dat flik ik wel. Maar toen ik zag dat Jan als een tierenleer ging op dat apparaat. Yeah. Dat was van wow. Je bent hier voor Roger. Ik zal zo even die berg daar weghalen. Jongens, weet je dat ik ontzettend trots op jullie ben hoe jullie dit aan het doen zijn? Heel erg lekker bezig. Ik dacht, weet je, positief dingen benaderen. Daar gaan mensen harder van werken. Jongens, volle bakken, hè? Volle bakken, kom op. Heel lekker bezig, Ruben. Lekker bezig. Ja, het was een komen en gaan, maar het ging allemaal goed. Er werd ook goed gekeken, er werd goed geluisterd. Ik ben gewoon trots op ons allemaal. Een soort actiefiguur die dan met zo'n enorme robot aan het werk is. Het voelde ook een beetje therapeutisch, die graafmachine. Dat geluid, je zit er en gaat dat ding weer omhoog en dan heb je weer een schep. Die mensen in die kleine
auto's die zagen er wel echt belachelijk uit, hè? Wij in die enorme apparaten en dan zaten zij in die hele zielige schepautomaatjes en daar ging echt gewoon maar, nou, ik denk een handvol met grind in. Maar ja, soms heb je ook de kleine mensen nodig om het grote doel te bereiken. Ik hou het niet meer. Wat? Mijn voet echt, sorry. Ja, dat graven is wel heel erg leuk, maar ik zit ook gewoon in een opdracht van Wie is de Mol. Misschien moet ik andere mensen wat beter in de gaten gaan houden. Mijn wagen heeft geen accu meer. Ruben was ook wel een beetje kritisch op mijn plan. Ik wil graag de leiding terug. Ik kwam er met hele rare ideeën. Wat een van de redenen is dat Ruben hoog op mijn lijstje staat als mogelijke mol. Emilio en Stine, jullie gaan bij Oltje helpen. Bella en Simone helpen hier. Emilio. Ja? Heeft het zin om hier helemaal aan het einde een beetje de werkjes te verplaatsen, denk je? Het was eigenlijk allemaal onhandig. Ik werd op een gegeven moment werd ik ook ergens neergezet aan het eind. Moest ik daar bij een punt waarvan ik op dat moment al wist, dat gaan wij nooit komen. Jo, ik denk dat ik het meest zinloos aan het doen ben dat er is. Oké, gaan we dan terug naar je oude positie? Op. Allemaal nog lekker scheppen en dan halen we denk ik wel 1500 euro binnen. Ik had niet de indruk dat we elkaar in de weg zaten. Iedereen was zo gefocust op zijn taak. Het voelde als een hele prettige samenwerking. Ik voelde het hartstikke leuk. Ik voelde me goed. Ik dacht, dit gaat hem helemaal worden. Wat zei je, LJ? Mijn wagen valt telkens uit. Ik zit vast. Loes, je moet hem starten in zijn vrij en dan pas even gas geven en dan pas rijden. Nu doet de wagen het wel, maar de bak doet het niet. Ik ga even door, hoor. Ja, het viel me wel echt op dat ze continu in het probleem zat. Dan werkte er portofonie, dan was er autootje stuk, dan was er accu leeg. Erg verdacht, Loes. Stapte in de lade en reed de meters die wij hadden uitgegraven. Hij is net iets minder stoer dan die van jullie, hè, de auto. Per 10 meter krijgen jullie 500 euro. Dus nu gaat het erom hoeveel hebben jullie verdiend voor de pot. Maar ik wil eerst zeggen dat jullie echt heel hard gewerkt hebben allemaal. Sterker nog, ik sprak net de opzichter. Er zijn een paar mensen die wel een contract willen aanbieden. Ja. 500 euro per 10 meter. Jullie hebben precies 29 meter en 60 centimeter afgelegd. Maar omdat jullie zo hard hebben gewerkt, 30 meter. En dus 1500 euro voor de pot. Ik ga nog niks uitdelen, want ja, die stond op min 21,40. Jullie staan nu op min 640 euro. Het moment komt dichterbij dat jullie ooit een keer molgeld mag geven. Stijgende lijn, hoor. Precies, maar voor nu... Gefeliciteerd, heel knap gedaan. Jongens, high five. We hadden gewoon met z'n allen 30 meter weggeschept. Nou, ik vond het wel knap. Oké,
Oké, misschien was het niet helemaal 30 meter. 29,6. Maar als Art het naar boven afrondt, wil ik me daar graag bij aansluiten. Meneer de teamleider. Ja, ik vond het echt serieus. Een grote pluim voor Jantje. Ja. Ja. Ja, ik had op een gegeven moment had ik gewoon door hoe ik het ding erin moest rijden. En precies wanneer ik moest omkieperen. Om op een gegeven moment had ik heuveltjes op. Toen dacht ik echt, wayo, ik heb een carrière. Alleen... Ja, er was ook een heel veel kleine loze... Ik ben benieuwd hoe het was gegaan als het nog gestructureerder was. Je wil zeggen dat het kleine loze... Het kleine grut. Ja. Het kleine grut, wat hadden we? Oh, we hebben gewoon 1500 euro opgehaald. Ja. Dit hadden we nooit gehaald, hoe we het ook hadden gedaan. Nee, denk ik. Dus ik heb echt een team gewoon gevoel gehad. En dat, het eerst. Super tof. Ja. Dus ik vind 1500 euro echt een maximaal resultaat. En ik vind dat een drankje. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Zometeen ga ik mijn eerste test doen en ik denk dat ik er niks van ga bakken. Ik zie iedereen de hele tijd helemaal overenthousiast schrijven. 1. Ik heb niet eens een molboekje. En 2. Waarom moet ik alles onthouden? Ik ga dit spel compleet spelen op logisch verstand. Mijn tactiek is, ik ga nu absoluut niet een prime target nummer 1 besluiten. Ik ga zorgen dat ik gewoon mijn eieren in verschillende manden leg. Ik verdenk Ruben. Ruben heeft zich nuttig gemaakt tijdens de graafopdracht, zeker. Maar Ruben, die heeft tijdens de marktopdracht zulke rare dingen gedaan. Ik weet niet, het is ook, Ruben is zo'n nice guy dat hij ongevaarlijk lijkt. Maar misschien is dat juist wel zijn kracht als mol. Ik ga voor nu nog redelijk breed spreiden. Ik weet het niet met Emilio. Ik weet het niet zo goed met Stine. Ik weet het niet zo goed met Oltje. Ik weet het niet zo goed met Simone. En ik weet het ook niet zo goed met mijn bondgenootje Loes. Ik wil Loes als bondgenoot heel graag vertrouwen. En tot op zekere hoogte doe ik dat ook wel. Alleen er zijn elke keer dingen bij Loes dat ik denk van, ja, wat doe je nou? Op dit moment ga ik het spreiden over 4 mensen, denk ik. Stine, Emilio, Oltje, Simone. Ik ga spreiden op Jan en Ruben. Loes en Stine als een soort wildcard, want je weet natuurlijk maar nooit. Bella doet heel weinig. Ze heeft sowieso natuurlijk nog niks opgebracht, maar ja, misschien hebben wel heel veel mensen niks opgebracht. Ik vind haar heel gezellig en ze doet leuk mee en zo. Maar tijdens de opdrachten, ja, is ze gewoon een beetje aan het keten. Ik vind Stine super vaag. Terwijl het volgens mij een mega intelligente vrouw is. Ze heeft heel veel boeken geschreven, filosoof. En nou, ik hoor uit haar eigenlijk alleen maar een soort belerende spreuken. Er worden dingen een soort goed gepraat. En binnen de opdrachten, nou, Stine, die heeft volgens mij nog helemaal geen geld ingebracht. Vooralsnog denk ik eigenlijk dat de mol zich volkomen stilhoudt. De mol hoeft helemaal niks te doen in deze groep. De mol is een hele stille leider. Normaal zou ik hier komen zitten om een van jullie een rood scherm te laten zien. Dan zou die kandidaat naar huis gaan. Net als Ron, die al naar huis is. En jullie zien een lege stoel. Dat is de stoel van Jean-Marc. En helaas moest hij vanwege privéomstandigheden het spel verlaten. Dat is ontzettend jammer.
Dat betekent ook dat jullie allemaal door zijn. De volgende aflevering. Tot morgen. Nou, ik ben weer in Nederland. Ik heb besloten om Wie is de Mol te verlaten. En dat heb ik gedaan zonder een test te maken. Ik ben van de een op de andere dag weggegaan. En dat had te maken met het feit dat ik vanwege alle emoties en de drukte de eerste 3 nachten niet geslapen heb tijdens de opnames van Wie is de Mol. En ik merkte dat dat mij ontzettend begon op te breken. Ik wilde heel erg graag terug naar huis. Zelfs zo graag dat ik niet meer meedoe aan Wie is de Mol. Ik heb er geen spijt van dat ik mee heb gedaan met Wie is de Mol. Het was een ontzettend bijzondere ervaring. Maar het enige wat mij dus nu nog rest is de vraag: wie is de Mol? Want ik heb echt geen enkel idee. Keuzes, keuzes. Informatie achterhouden, zo'n concurrent benadelen, of juist open kaart spelen. Ze liegen sowieso. Blijf nou Wie is de Mol. Ik heb besloten niks te gaan zeggen. Oké, ik heb nu 2 rode auto's achter me aan. Het was eigenlijk een soort Pac-Man. Oh ja! Oh my god! Wat is de voornaam van voetballer Arveladze? Nu, op NPO 3, zijn wij er met Moltok. Gelukkig maar, want wat was het een verbijsterende 2e aflevering van Wie is de Mol. We gaan het bespreken met Hadewig Minnes, Cecile Nariks en Diederik Jekel. Wat was dit heftig. Ik ben heel erg benieuwd wie jullie nu verdenken. Laat het ons weten via de app. We gaan nu van start. Gelukkig. NPO 3, Moltok. Thuis bij Afrotros.